Hi, ik ben Paul Roda. Afgelopen zondag 17 december hadden we een geweldige samenkomst weer. Met daarbij onder meer de doop van twee jonge mensen. Die gered zijn door Jezus Christus. Die Jezus hebben aangenomen en hebben beleden wel. Wij weten één ding zeker. We hebben een redder nodig. Jezus Christus die ons verlost van zonde en van alle ellende. En afgelopen zondag hebben we gesproken over twee fundamenten. In het bestaan van de ganse mensheid, in het bestaan van het ganse universum. En het eerste fundament is dat God de hemel en de aarde en alles wat op de aarde is en in de aarde is en de mensheid heeft gemaakt. Hij is de vader van de hele schepping. Hij heeft man en vrouw gemaakt. En hij heeft twee geslachten daar geschapen, dus man en vrouw. En God is God en God is Heer. En omdat hij alles gemaakt heeft, heeft de mens verantwoording af te leggen aan die ene God. Het is God die besluit of iets goed is of slecht is. En niemand anders. Waarom? Wel heel simpel. Hij heeft alles gemaakt. En dit is iets heel belangrijks om daar samen over verder te praten. Wat betekent dit? Dat God alles geschapen heeft. Dat God de mensheid heeft geschapen. En wat ook heel belangrijk is, is om dan te realiseren waarom Darwin en de evolutietheorie, de Big Bang theorie, waarom die eigenlijk zo belangrijk is geweest voor de duivel. Wel heel simpel. Als jij mensen kunt laten geloven dat ze door toeval zijn ontstaan, dan wordt toeval jouw vader en niet meer God. Want God bestaat in dat concept niet. In die theorie bestaat geen God. Die theorie maakt toeval tot jouw vader, tot jouw God. En dat betekent dat er niemand boven de mensheid bestaat. En dat betekent weer dat wat de mensheid besluit dat goed is of slecht is, dat goed of slecht is. En niets anders. De mens besluit. Nou, als je een paar miljard mensen hebt, dan heb je dus een hele hoop verschillende meningen van wat goed is en wat slecht is. En iedereen die daarover discussieert, heeft gelijk. Er is niemand die ongelijk heeft. Want er is niks boven jou, autonoom, wat zegt dit is wat waar is, dit is wat goed is en dit is wat slecht is. Het is trouwens heel interessant in dat gesprek om je af te vragen hoe het kan dat eigenlijk wereldwijd het overgrote merendeel van de mensen in hun geweten dezelfde overtuigingen hebben. Maar goed, dat is een andere zaak. Dat is trouwens ook bezig behoorlijk af te vallen. Dus het is belangrijk te geloven in dat God alles geschapen heeft. En dan weet je dat je dus verantwoording schuldig bent aan God. Wat we daarbij hebben gezien is dat het heel belangrijk is te weten dat God alles uit liefde heeft geschapen. En niet alles heeft geschapen als een dictator. En je kunt maar één ding, dat is hem gehoorzamen. Nee, hij heeft alles uit liefde geschapen en hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om tegen hem te kiezen. Dat mag. De consequenties betekenen dan wel, of zijn dan wel, dat je ook zonder hem zult verder leven als je tegen hem kiest. Dat is logisch. Je kiest ofwel om met hem te leven, degene die alles geschapen heeft, ofwel je kiest om niet met hem te leven en dan zul je ook na je dood niet met hem leven. En de realiteit is dat God een hel heeft geschapen voor de duivel en voor zijn engelen. En iedereen die zegt, hé, daar wil ik naartoe. Het tweede fundament van deze wereld, van dit universum, is dat God nog eens een keer extra zijn liefde heeft bewezen door Jezus Christus, zijn zoon, te laten komen naar deze wereld. Jezus die zei tegen de Vader, ja, ik ga naar de wereld en ik ga het probleem van zonde oplossen. Ik ga een offer brengen voor de zonde van de mensheid. En dat was een liefdesoffer. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij dat heeft gedaan. Zo lief heeft Jezus jou gehad, dat hij dat heeft gedaan. Wat je ook hebt gedaan. En we hebben daar voorbeelden van gegeven. En ik zou willen dat je hier ook eens met elkaar over gaat napraten. Wat betekent dat eigenlijk? Dat Jezus Christus aan het kruis is gegaan als redder en verlosser. Als God zelf naakt, kapotgeslagen aan het kruis is gehangen om daar in een aantal uren tijd een vreselijk lijden te ondergaan tot aan en tot in zijn dood. En vervolgens 3 dagen in het graf is geweest, ofwel in de hel is geweest. En daaruit na 3 dagen is opgestaan. Halleluja! Onze bestemming is eeuwig leven en niet dit leven hier op aarde. En ik wil dat je met elkaar daar eens over gaat spreken van wat gaat er eigenlijk rond in deze wereld en is dat logisch? Namelijk, alle paden leiden naar dezelfde bergtop. Wel, als dat waar is, dan is Jezus voor niets gestorven. Want dan kun je ook door de 5 zuilen van de islam, of door te mediteren, of door je te houden aan alle wetten en rituelen van het hindoeïsme, of kies maar wat jij wilt doen, dan zou je daardoor uiteindelijk bij dezelfde God kunnen komen. En dan is Jezus gruwelijk lijden, volkomen
zinloos geweest. Maar nee, dit was de enige oplossing. Iemand die zijn bloed, zijn leven zou geven. Iemand die puur zonder zonde was. En dat was alleen Jezus. En hij wil jou redden. Wil je vandaag nog voor hem kiezen? Wil je vandaag nog het leven kiezen? Bid mij daarna. Zeg, Heer Jezus, ik open mijn leven. Vergeef mij mijn zonde. Want ik geloof dat u daarvoor bent gestorven. Ik kies nu Jezus om u te volgen de rest van mijn leven. En ik zal eeuwig leven hebben als cadeau van u. Want ik geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood. Amen.